mijn dank voor de zorg is dat ondanks dat het zo druk is, dat ze toch ruimte maken voor iedereen en proberen iedereen te helpen zoals het kan. Irene Moors hier. Ja, ooit wilde ik ook de verpleging in. Is er niet van gekomen, maar gelukkig zijn jullie het wel gaan doen. En jullie zijn onmisbaar, helemaal in deze pittige tijden. En ik wil jullie enorm bedanken ook voor jullie inzet. Dankbaar ben ik voor de zorg die besteed is toen mijn vrouw hier wekenlang in het ziekenhuis lag met 4 operaties. En heel erg ziek was. En toch steeds heel dankbaar verzorgd is door de verzorgers. Ik wil een hele diepe buiging voor jullie allemaal maken. Voor de enorme veerkracht die jullie hebben getoond. En de manier waarop jullie hebben standgehouden in het afgelopen jaar. Ik ben super trots op jullie. Ik wil jullie heel veel sterkte toewensen. Zet hem op, hou vol en ga vooral zo door. Het wordt te weinig gezegd en er wordt te weinig geapplaudisseerd. Maar het wordt heel erg gewaardeerd. En ik weet zeker dat ik namens een heleboel Nederlanders spreek en Haarlemmers spreek. Als ik zeg dank jullie wel, hou nog heel even vol. Duimpje omhoog voor iedereen in de zorg. Namens Stichting De Brug, de buurtouders, Wijkraad Meerwijk bedank ik van harte de zorgmedewerkers van Spaarne Gasthuis. Voor jullie draag ik mijn mondkapje en hou even vol, we zijn trots op jullie. Ik wil iedereen van het Spaarne Gasthuis ontzettend bedanken voor hun tijd, hun energie, allemaal net eventjes extra op de teentjes lopen en jullie hebben het geflikt. Ik vind het gigantisch goed voor wat ze allemaal doen. Heel veel respect en ik vind dat ze meer geld moeten krijgen. Jullie zijn echt absoluut toppers. Ik ben super trots op jullie. Ontzettend bedankt voor iedereen's geduld en alle energie. En soms ook even dat de energie er niet meer is. Ongekend, wat een oerkracht. Desondanks de nare tijden blijven ze positief en ze zijn ontzettend vriendelijk. En ze doen erg hun best. Moskee Dar es Salaam Haarlem. Bedankt de Spaarne Gasthuizen en alle hulpverleners die zich dagelijks in deze moeilijke tijd van de pandemie zich inzetten in de zorg. We zijn trots op jullie. Als burgemeester van Haarlem wil ik jullie namens de bevolking en namens het gemeentebestuur van harte danken dat het personeel van het ziekenhuis klaarstaat voor de mensen die het nodig hebben. Namens alle medewerkers bij Jopen, veel dank aan al het zorgpersoneel van Spaarne Gasthuis. Nog nooit was zo duidelijk hoe ongelooflijk onmisbaar en belangrijk jullie zijn. Daarom wil ik jullie nogmaals bedanken. En ik hoop dat we volgend jaar de dag van de verpleging weer groots kunnen vieren met elkaar. Ik wens jullie ontzettend veel sterkte toe en hopelijk heeft deze video een soort steuntje in de rug voor jullie. Als judoka leer je natuurlijk dat je zorg hebt voor je tegenstander. Maar dat staat natuurlijk in schil contrast met wat jullie elke dag doen voor mensen in de maatschappij. Super veel bedankt en heel veel sterkte de aankomende periode. We bleven altijd recht overeind en zorgen voor iedereen die bij jullie aankwam. We hebben daar diep respect voor. We voelen ons veilig bij jullie in de buurt. En we hopen dat we jullie snel zien, maar dan gewoon in het theater of zo. Hou vol, tot dan. Wie een leven redt, is het alsof hij de hele mensheid heeft gered. Staat in de Heilige Koran. Wij bedanken de helden van de zorg en de Spaarne Gasthuis. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor het fantastische werk wat jullie de afgelopen jaren hebben verricht om iedereen zo gezond mogelijk te houden. Het is echt een top sportprestatie. Voor de mensen van de zorg. Ik kan heel veel woorden zeggen, maar die zullen er nooit genoeg zijn. En daarom aan alle zorgmedewerkers super bedankt. Dankjewel. En daar ben ik dankbaar voor. Dankjewel. Top, bedankt. Dank jullie wel voor afgelopen jaar. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Trots op jullie. Dus vanuit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken. En op deze manier mag het wel. Een dikke kus.